Robin Hood woont in het bos waar iedereen vrienden met iedereen is. Samen met zijn beste vriendin Tuk kan Robin elk avontuur aan. Niet in het echt natuurlijk, in zijn fantasie. Op zoek naar avontuur. Echte helden zijn niet bang. Vechten door hun leven lang. Op een dag komt mevrouw Fabiola in het bos. Mevrouw Fabiola zegt dat ze de reddende engel is. En dat ze de gemeenerikken wil verjagen. Wat geweldig dat mevrouw Fabiola ons komt helpen. Ik wil niet de gemeenerik als de pakken krijgen. Ik heb gehoord dat ze onze kinderen op wil eten. Ze komt ons redden. Ons redden? Waarvan? Ja, ze komt ons redden van de gemeenerikken willen het bos overnemen. Wat vreselijk. Ja! Mevrouw Fabiola, waarmee kan ik u van dienst zijn? Het plan heeft gewerkt. Iedereen heeft zijn handtekening gezet. Vanaf nu ben ik de baas van dit bos. Geweldig, mevrouw Fabiola. Buitengewoon geweldig. Het bos verandert. Voor het eerst hebben de bosbewoners ruzie met elkaar. En ik geef haar al mijn pretten en vossen, want dan vindt ze mij het aardigst. Maar ze vindt mij al het aardigst, want ik buig altijd heel diep voor haar. Nou, buurvrouw, ze is mijn beste vriendin. Ja, de komende gemeenerikken weg te jagen. Oh! Al twijfel jij daaraan? Dan komt Robin achter het geheim van Fabiola. Nee, ik bedoelde alleen maar... Als je aan mevrouw Fabiola twijfelt... Fabiola wil het bos helemaal niet redden. Samen met Tuk bedenkt hij een plan om Fabiola te pakken te nemen. Om held te zijn. Het plan werkt niet. Niemand zal jullie geloven. Sterker nog, ik zal jullie naar Marianne brengen, want dat is waar jullie horen, achter de tralies. Niemand gaat tegen mij in, hebben jullie dat begrepen? Door middel van zijn fantasie te gebruiken, weet Robin Fabiola te overtuigen van haar slechte plan. Prima, neem ons maar mee. Wat? Robin? Weet je, Tuk, het maakt niet uit waar wij zijn. Wij hebben het namelijk overal leuk. U kunt alles van ons afpakken, mevrouw Fabiola. Alles. Onze fantasie, die krijgt u.